So we're swimming in the sea and not giving a fuck, cause that is what I like. Ze breken door gewoon weer. Fuck. Ik ben hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we Subnautica. En oké. Op de vorige Subnautica hebben wij fucking bijna 10.000 likes gehad. Als we dat vandaag weer zouden kunnen halen. Wow. We gaan vandaag terug naar onze planeet Sukadik. En we gaan gewoon proberen... Ja, dat dus. Dus we gaan eraan beginnen, dames en heren. Let's go. We zijn terug in onze onderwaterbase. En ik zie geen ene fuck met die zonnebril. Dus wow, hier is onze planeet Sukadik. En we gaan er meteen aan beginnen. Dus dames en heren, we kunnen nu langer onder water blijven. Omdat we in de vorige aflevering een nieuwe zuurstoftank gemaakt hebben. Dus wat gaan we doen vandaag? Geen flauw idee. We gaan gewoon een beetje exploren. En hopen dat we niet opgegeten worden door gekke visjes. Wat ik dus heb ontdekt door de week, is dat het er allemaal andere bions zijn. Een soort van Minecraft of zo. Ja, natuurlijk is het bion waar ik nu in zit gewoon het standaard bion en er is hier geen fuck te doen. Maar in andere bions zitten er teleporterende inktvissen. En dat is geen bluff. Ik ben ook al een beetje minder bang om dood te gaan, want als je doodgaat gebeurt er niet echt iets. Je wordt gewoon teruggeteleporteerd naar je basis, maar je verliest niet echt iets. Hoe dieper het water wordt, dat kan je bovenaan aan mijn scherm zien. En hoe gekker de dingen worden. Natuurlijk, als je dat zou doen zoals mij en bijna elk spel vermijden opgegeten te worden, heb je in dit spel niet echt een optie, want je hebt zilver nodig. Je hebt zilver nodig om bijna alle coole dingen te maken. En als jullie daar kijken, zien jullie, ik weet niet, gemuteerde zeekoeien en een, ik weet niet wat het is. Het lijkt op een zeepaardje met een mond. En ik wil graag wapens maken dat we, ja, kunnen vechten met vissen en dat we niet steeds moeten wegzwemmen. Niet dat ik ga vechten hoor, ik kak in mijn broek bij elke vis, maar oké. Oké, we gaan onze visjes maken dat we eten hebben en dan gaan we eens kijken hoe en wat en wat en hoe. En maak nu een fles water, want dat kan dus ook onder water met ons laserding. Super awesome. Oké, we gaan even eten en dit doen. Ik heb ook een batterij gemaakt, dus geen flauw idee wat we daarmee kunnen doen. En we hebben nog wat acid mushrooms en wat quartz. Dus ja, mooi zeg. En nu kunnen wij ons mes maken, dus ik ga... Yes, oké, nice mes. En ik ga ook een zaklamp maken, want dan kunnen we 's nachts met onze zaklamp... Ja, gewoon onder water kijken. Hé, mijn knife. Ik heb mijn mes net laten vallen in het fucking zand. Hij is weg. Ik heb mijn mes laten vallen in het zand. Dan is er een put in de grond. En mijn knife is weg. Sick. Oké, we hebben onze zaklamp. Het enige probleem nu is dat we ons mes hebben laten vallen in het zand. En we hebben hier een putje gegraven. En ja, ons mes ligt daar waarschijnlijk ergens onder. Sucks. Dat betekent dus dat we even een nieuwe knife gaan maken. Let's go. Oké, terwijl we zoeken naar gekke dingetjes, ga ik gewoon zoeken naar de shit om een nieuwe mes te maken. Want natuurlijk... En why the fuck heb ik die zonnebril weer aan? Check deze glitch. We hebben de shit. Oké, nu ga ik gewoon mijn mes gaan maken. En dan gaan we echt beginnen aan de video. Dit is ons mes. Yes. Ik weet niet wat het is. Het lijkt meer op een fucking puntige dildo. Maar ja, het boeit me niet. We kunnen er blijkbaar goede dingen mee doen. Dus we gaan er gewoon aan beginnen. En we gaan eens diep zwemmen in de zee. Als ik al meteen dood ga, dan weet je ook hoe goed ik hierin ben. Dus let's go. Oké, dames en heren. Zoals jullie zien, zijn we nu iets dichter bij ons schip. Het enige probleem is, er zit straling in dat schip. Voor de mensen die geen brein hebben, straling is een soort van radioactieve shit. En ja, dat betekent dus gewoon dat we niet naar ons schip kunnen. Dus we gaan gewoon aan de andere kant zwemmen. Cause I don't give a fucking fuck. Ik had ook gezien dat je rare dingen kon kappen met dit mes. Dus ja, ik weet niet. Ja, dit dus. Je kan er koraal mee pakken. Geen flauw idee wat het doet. Het is gewoon koralig. En ik hoop dat we ze vis kunnen steken met ons mes. Want ik wil zien hoe het vechten werkt in dit spel. Waarschijnlijk kan het niet eens. En is het echt het domste idee ooit. But hey, you never know and you don't try, hè. Ik ben serieus bang om hier te zwemmen. Want hier ben ik de vorige keer dus... half dood gegaan naar rare piranha's. Ah, what the fuck? Wow, dat was niks. Ah, we gaan dood. We gaan dood. Leven is dus we gaan sowieso niet in de diepe zee zwemmen. We gaan gewoon leuk. Oh, het is weer donker aan het worden. Waar is onze zaklamp? Daar is de planeet Pienis. En we gaan gewoon onder water. En oh my god, ja, dit spel. Het is serieus gewoon een horrorfilm. Want als er nu een grote piranha naar mij komt. Of een teleporterende inktvis. Dan kak ik in mijn broek en dan film ik. Het is nacht. We hebben een zaklamp. Dus het ziet er gewoon dag uit. En we gaan eens kijken waar onze enemies zijn. En of we enemies kunnen vinden. Ik zie daar al een grote zeekoe. Hallo. Oké, het is hier al een beetje dieper aan het worden. En ik hoop dat we hier een beetje leuke dingen kunnen vinden. Oké, daar beneden zijn er allemaal vissen. Die mij waarschijnlijk willen neersteken. Zoals die daar. Ik neem mijn mes er al bij. Oh my god, dat ding is vissen aan het opeten. Oké, zoals ik had gezegd in het begin. Je hebt verschillende biomes in dit spel. En hier is de red biome. Dit is het biome waar ik het meeste moet zijn natuurlijk. Gewoon om de simpele reden dat er hier rode shit is. En dat betekent dat we hier zilver kunnen vinden. Het grootste probleem.
probleem. De jumpscares hier zijn fucking real. Zwemmen om de zoveel seconden random vissen uit die rode shit. Zo, dit. Dat zijn die rare katten die uit het water zwemmen. Oh, daar is hij. Hij ging ons aanvallen. We gaan hem steken. Fuck you. Ah, ah. Kom. 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 Ah. Wat? Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Ah, ah, nee, 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 nee. Hey, motherfucking shit. Nee, oh, nee. Ik ga gewoon langs boven zwemmen. Het is dus duidelijk dat ik niet kan slaan op die dingen. Ik heb 2 HP. Oké. Je kan dus niet vechten met vissen. Waarschijnlijk wel, maar ik doe het gewoon waarschijnlijk gewoon verkeerd. Kijk, trail helemaal. Ik weet echt niet waar het net gebeurd is. Waarschijnlijk in de nacht zijn vissen gewoon sterker. Zoals in elk fucking spel. En ik ga weer onder water. Ik bedoel, I don't give a fucking shit. Hoe minder je werkt, hoe minder er binnenkomt. We hebben eten nodig. En dit is een garryvis. Hallo garryvis. Welkom in de club. Waarschijnlijk kan ik daar geen zak mee doen, maar oké. Oké, we kunnen onze dingetjes koken. En yes, oké, let's go. Holy shit, hier is er weer een rog. Maar ik weet niet of ik deze... Kijk, je kan blijkbaar wel steken. Oh, hij is dood. We hebben hem gekild, maar er gebeurt geen hol. Hij is gewoon dood. Ja, we kunnen blijven steken, maar ik denk niet dat er iets gaat gebeuren. Het grootste probleem dat ik nu heb, is dat ik helemaal gedehydrateerd ben. Dus dan mijn mannetje waarschijnlijk binnen 3 seconden dood gegaan of zo. En when you don't drink water, you die. It's as simple as that. Dus ja, ik ben dood gegaan. Sick. Oké, maar het is tijd dat we eens naar die rode shit gaan. Want ik heb zilver nodig. Als ik gekke dingen wil maken, heb ik zilver nodig. En nu gaan we er gewoon straight naar zwemmen. En geen ene fuck geven. So we're swimming in the sea. And not giving a fuck. Cause that is what I like. You know the drill. Oké, daar moeten wij naartoe. We zijn er nu. Het ziet er redelijk safe uit. Ik hoop het. Daar is er weer zo'n tentakelmonster. Maar we gaan het gewoon doen. Ik bedoel, I don't care. Het is gewoon de shit. Dus we gaan hier gewoon een beetje op dingen slaan. En hopen dat we zilver krijgen. Oké, dit was geen zilver. Dat was weer iets random. We moeten gewoon op stenen slaan. En het is alleen een beetje kut om stenen te vinden. Want er zijn hier geen stenen. Oké, hier ligt er weer een beetje zout. Ik weet niet wat we daaraan hebben. Maar we nemen het gewoon mee. Hier hebben we weer zo'n steen. En dat is... Oh nee, we hebben zilver. We hebben zilver, awesome. Wie deed dit? Toen kan ik eigenlijk al teruggaan. Maar dat doen we niet. Oké, ik moet gewoon zorgen dat ik thuis ben voordat, voordat het nacht wordt. Want ik ga niet nog eens in de nacht onder water. Dat was het domste idee ooit. Dus nu moeten we gewoon nog wat stenen vinden. En hopen dat we nog wat zilver tegenkomen. En hier was er weer zo'n boemerang. Hey, hola die hey. Dus ik heb al veel geleerd in deze aflevering. Zoals, ga niet te diep. En die regel ben ik nu gewoon weer aan het breken door gewoon weer... Fuck, Zwem naar boven, 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 alsjeblieft, alsjeblieft. Aan het breken door gewoon weer. Fuck, we zijn boven. Wie deed dit? Oké, ik ben van camera moeten wisselen omdat mijn grote camera is uitgevallen. En ja, daar heb ik gewoon geen zin in. Dus wat ik nu ga doen is deze camera gewoon hier zetten of zo. En dus dames en heren, vonden jullie het een leuke video? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Ik heb weer al de schrik van mijn leven gehad deze keer. Sick! Maar oké, ik vond het weer leuk om te doen. Ik ben Acid. En ik wil zeggen, dames en heren, ja! Hallo!